We zijn inmiddels aangekomen in de 19e eeuw. Het theater is nu vooral grappig, leuk en vermakelijk. Glitter en glamour. Maar steeds meer mensen zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat het theater terug moet naar hoe het ooit begon. Als plek om na te denken over het leven, jezelf en de wereld. Het moet niet alleen maar gaan over de rijken en de machtigen van deze wereld, maar juist ook over de gewone mens. Een van de beroemdste schrijvers van dit moderne theater was Anton Tsjechov. De Kersentuin van Anton Tsjechov gaat over een Russische familie. Ooit waren ze rijk, maar nu geven ze al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Daarom moet het familielandgoed met de prachtige kersentuin worden verkocht. Lopagin, vriend van de familie en projectontwikkelaar, biedt aan om te helpen. Als ze het land willen houden, moeten de kersenbomen worden omgehakt. Dan kan de familie vakantiehuisjes bouwen die ze in de zomer kunnen verhuren. Maar moeder Lyubov, eigenares van het land, wil er niks van weten. Zij is net terug uit Parijs, waar haar vorige man al haar geld heeft opgemaakt. En ze kan sowieso niet met geld omgaan. Ze strooit met goudstukken en met feestjes. En dat terwijl er nauwelijks genoeg geld is om eten te kopen. Ook de andere familieleden kunnen de knoop niet doorhakken. De een droomt over het verleden. De ander heeft onhaalbare toekomstplannen. En de derde is zo verliefd dat hij nauwelijks voor reden vatbaar is. Dus koopt Lopagin het land uiteindelijk zelf. Voor sommige familieleden valt een last van de schouders. Er is weer geld en de toekomst ligt weer open. Voor anderen is het een groot verlies. In de teksten van Tsjechov spreken de mensen niet uit waar ze mee zitten, maar gebeurt er vooral veel onder de oppervlakte. De spanning zit hem in de wisselwerking tussen de personages. De acteurs moeten zich zo goed mogelijk inleven in hun rol en dat was nieuw. Een beetje zoals Will Smith, die maandenlang trainde en 15 kilo aankwam om eruit te zien als een echte bokser voor de film Ali, over de bokslegende Muhammad Ali. De Kersentuin gaat over de waarde van dingen en herinneringen. Hoeveel is bijvoorbeeld de ring die je van je oma kreeg je waard? En wat is deze waard voor de klasgenoot naast je?